Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Tegenwoordig kun je me ook heel steunen door mij een bedankje te sturen. Hier onderaan de video zie je een button bedankt. En nou, hartelijk bedankt hiervoor. Werkt de link nou niet via YouTube? Dan heb ik ook in de beschrijving en in de reacties heb ik een link gezet dat je het op een andere manier zou kunnen doen. Nou, lieve mensen, mijn hart is zo vol met liefde voor jullie. En nou, er gaat nog veel meer van dit soort video's aankomen. Jullie zien me wel steeds in hetzelfde outfit. Dat komt omdat ik het allemaal op één dag zoveel mogelijk achter elkaar opneem. Zodat ik elke maandag voor jullie iets kan uploaden. En als die dag vol zit, dan zien jullie me weer in een andere outfit. Om nou elke keer een andere outfit aan te doen, dat kost zoveel tijd. En ik heb liever dat ik de tijd besteed, dus de energie stop in deze mooie materie. Dus dat is de reden dat jullie mij elke maandag nu eventjes in mijn hoofdtooi zien. Nou, dan ga ik weer verder met de citaten en de vragen en antwoorden, want het is natuurlijk weer maandag. Nou, citaat nummer 1. Het is een vorm van afgoderij om de persoonlijkheid die ons ideaal uitdrukt te idealiseren. We mogen alleen het ideaal zelf idealiseren, niet de persoon die het uitdrukt. Daarom besloot Jezus heen te gaan, daar hij inzag dat men zijn persoonlijkheid idealiseerde. Inderdaad, het is al gauw dat je iemand gaat aanbidden. Of dat je een idool van iemand maakt. Ja? En dat is nou juist niet de bedoeling. En heel veel mensen aanhangen iemand. Ja? Het maakt dan niet eens meer uit wat iemand dan zegt. Dan zeggen ze allemaal hele goede dingen. En dan zijn mensen dus helemaal idolaat van zo iemand. Hè? Idool. En aanbidden iemand. En worden eigenlijk onderdanig en slaaf. En willen eigenlijk alles van diegene om diegene heen staan. Maar ze vergeten dat ze zelf die God zijn. En zelf al die werken kunnen. Ja? En dat heeft niks met arrogantie te maken. Of dat je iemand juist niet meer mooi of perfect mag vinden. Of fantastisch mag vinden. Juist wel. Je mag zeker iemand fantastisch vinden. Alleen, het is belangrijk dat je de idealen, ja, die zo iemand vertelt, zelf weet dat je ze zelf kunt. En dat niet alleen die mens dat kan. Ja, of alleen maar zij of hij dat kan. En dat jij dat allemaal niet kan. En dat je daarom in die omgeving moet zitten en dat je die iemand moet gaan aanbidden. Dat is het dus helemaal niet. Dus hij is om die reden is hij dus niet meer zichtbaar geworden voor de hypnotische mens, zou ik zo zeggen. Omdat de mens de idealen vergeet. Ze denken eigenlijk ook. Dat heeft mijn moeder ook enorm ervaren in het verleden. Wij hebben dus veel gereisd altijd vanwege mijn moeders werk. En mijn moeder verkondigde ook alles wat we hier nu ook vertellen, weet je wel. Ook dat je jezelf kan genezen. Ze geneest ook mensen. Ze helpt mensen. We hadden een bedrijf in Duitsland, een bedrijf in Spanje, Italië, in Nederland, in Frankrijk. Hè. We reisden dus aantal maanden per jaar reisden wij naar al die landen toe om daar onze seminars te geven. Want als mijn moeder daar is, wij waren nog klein, ik en mijn zus. En er stonden rijen van mensen, echt rijen. Echt zo, nou, meters lang mensen die allemaal naar mijn moeder wilden. Mijn moeder wilde praten. Maar op den duur, nou graag natuurlijk, hè, al die vragen, dat is alleen maar mooi. Maar mijn moeder leert net als wat Jezus of andere mensen vertelt. Je kan het zelf. Je moet het zelf gaan omzetten. Dat is zelf wat ik ook nu tegen jullie zeg. Jullie kunnen het zelf. Hè? Het is niet dat alleen ik dat zou kunnen. Nee, jullie kunnen dat zelf. Maar mijn moeder werd lastig gevallen eigenlijk op den duur. Niet negatief lastig gevallen, maar wel lastig gevallen dat mensen mijn moeders aandacht wilden. Ja, dus ze wilden continu met mijn moeder in gesprek. Of ze wilde continu met mijn moeder praten. Of ze wilde continu dat mijn moeder hun genas. Of als er problemen waren, dat ze continu mijn moeder gingen bellen. Weet je, in plaats van dat ze zelf dingen deden, laat ze het liever aan een ander over. Dat is hetzelfde nu, dat mensen zo allemaal een maagband of een maagverkleining nemen. Omdat ze zelf te lui zijn om gewoon
minder te eten. Ja, of hun levensstijl te veranderen. Nee, ze laten het liever aan de arts en aan de dokter over. Ja, dat ze allerlei soorten ingrepen gaan doen. Maar als hun levensstijl niet verandert, krijgen ze alsnog allemaal problemen en klachten met hun lichaam. En dat hebben wij ook zo ervaren. Mijn moeder heeft toen alles verkocht. En die dacht, toedeledokie, nu moeten mensen dus zelf gaan leren op hun eigen benen te staan. Want wij zeggen niet alleen dat wij dat kunnen. Iedereen kan dat. En dat is ook wat Jezus zegt. Ja, dus ik ben, de ik ben. Die zegt ook van, jij kan nog grotere werken als ik doen. En jullie moeten dat gaan omzetten. Of jullie moeten zo en zo gaan denken. Of weet je, hij laat het zien wat de mogelijkheden zijn. En hij vertelt hoe het moet. Maar als er niet geluisterd wordt en ze continu afhankelijk worden. Dat is eigenlijk, ze werden afhankelijk van mijn moeder. En ze worden ook afhankelijk van Jezus. Ze worden ook afhankelijk van alles en iedereen die iets te vertellen heeft. Hier kijk ook bijvoorbeeld, wie zullen we nog meer nemen? Heel veel mensen die heel veel kennis hebben, daar worden mensen snel afhankelijk van. Ja? Omdat ze hun de werken laten oplossen, terwijl ze het zelf kunnen doen, maar daar zijn ze dan te lui voor. En dan vergeet je dus het ideaal. En het is ook al zo erg, net als bijvoorbeeld met grote sterren of popsterren of weet ik veel wat. Ja, dan zijn ze zo idolaat dus van iemand, dat het niet eens meer uitmaakt wat diegene doet, al doet diegene slechte dingen. Dat zien ze al niet meer, want dat schuiven ze gewoon van tafel door de goede dingen die er ooit gezegd zijn. Ja, en dat is net als met de hele Dalai Lama toestanden. Weet je, ze zien het ideaal niet meer. Ze aanbidden iemand en ze kijken niet meer naar dat ze zelf ook die kracht bezitten. En dat betekent niet dus dat je arrogantie moet zijn, dat je niet meer mag genieten van mooie dingen die een ander heeft, dat je iemand niet meer lief mag vinden. Dat heeft er helemaal nul mee te maken, maar afhankelijkheid, daar ligt het probleem. Dat je niet meer afhankelijk bent van een ander, maar dat je die idealen die iemand vertelt, dus ook die ik vertel, de mensen die die boeken hebben geschreven, het gaat om het ideaal. Het is nu niet dat ik in contact wil komen met Bart Spalding. Heel graag. Dat is niet dat ik daar geen contact mee zou willen. Heel graag. Ik ben reuze dankbaar dat die man dat heeft geschreven. En is een godsgeschenk. Maar het gaat om de idealen die hij vertelt. Het is niet dat ik afhankelijk van hem moet gaan worden. Of afhankelijk van het boek. Nee, ik moet dat zelf gaan omzetten. En daarom is hij ook dus weggegaan hier, hè, niet meer zichtbaar voor de normale mens, voor de hypnotische mens, daar hij in zag dat men zijn persoonlijkheid idealiseerde. Dus dat ze naar zijn uiterlijk keken. Ja? En dat ze wilden zijn als hem, als zijn uiterlijk. Nee, het ideaal. Ja, wat verkondigt hij? Welke vruchten werpt hij af? Dat is waar wij wat van kunnen leren. En niet een onderdaan zijn. Dat is ook helemaal niet wat ik zou willen. Dat iemand afhankelijk van mij zal worden. Dat heb je al genoeg in deze wereld. Dat je afhankelijk gemaakt wordt. Dat er een probleem gecreëerd wordt. En dan moet je weer ergens dit of dat kopen. Zodat je ervan genezen wordt. Nee, we zijn zelf die macht. We zijn zelf die kracht. Citaat nummer 2. Evenals het mosterdzaadje gelooft in zijn macht. Om als kleinste zaad uit te groeien. Tot de grootste van alle kruiden. En een boom wordt. Moeten wij ook weten dat wij de macht hebben om het grootste uit te drukken. Jezus bedoelde met deze gelijkenis de kwaliteit van geloof, niet de kwantiteit. We moeten een nauwkeurig beeld in ons hebben van datgene dat wij tot uitdrukking wensen te brengen. Dat heb ik in mijn vorige video's ook gezegd. Hè? Dus als wij dus onze energie focussen op wat wij willen zijn, of wie wij willen zijn, of hoe wij ons ten uitdrukking willen brengen op het hoogste, het mooiste, het ideaalste, dan breng jij dat tot uitdrukking. Als jouw ideaal nu onzekerheid is, dan zal ook die onzekerheid naar buiten komen. Hè? Dus als je daar je energie en je aandacht op richt, dat je onzeker bent, dat je dingen niet kan, dan zal je dat dus tot uitdrukking brengen. En dan zullen mensen dat ook naar je toe bevestigen. Hé, ben je onzeker? Of lukken dingen niet? Of weet je? Dus ga jij nu je aandacht vestigen op schoonheid, dan zal je ook schoonheid gaan uitdrukken. Ja, ga jij je aandacht vestigen op plastic fantastic, dan zal jij plastic en fantastic uitdrukken. Ja? Zal jij je uitdrukken nadat jij een engel bent, dan zal jij ook laten merken aan mensen dat je een engel bent. En dan zullen mensen ook tegen je zeggen, goh, je bent net een engel, weet je. Dus wat druk jij uit? Hoe denk jij over jezelf? Dat is belangrijk.
Dit waren de twee citaten. Nu ga ik naar de vragen en antwoorden van het verhaal Het Goddelijke Patroon. Vraag en antwoorden. Wilt u uitleggen wat u bedoelt met God? Antwoord. God is het beginsel waardoor we in stand blijven. Men kan God niet definiëren. Zodra men hem begint te definiëren, gaat hij boven de definitie uit. Een definitie probeert slechts God in de maatbeker van het menselijke verstand te persen. Ja, dus het, we kunnen hem niet omschrijven. Het is alles. Het is de immense macht, intelligentie. Dat is het. Vraag. Sommigen gebruiken het woord God, andere geest. Weer andere beginsel. Wat is het beste? Antwoord. Het beste woord is God. Men kan met het woord geen hypnotische toestand vestigen. Met anderen is dat wel mogelijk. Als u zich rechtstreeks tot het ene punt wendt, brengt u het meeste tot stand. U kunt het woord God niet vaak genoeg uitspreken. Ja, ik begrijp het wel waarom sommige mensen het geest noemen en beginsel en, of bron of energie of intelligentie of de natuur. Omdat... op het woord God is zo'n, hoe moet ik het zeggen, een godslasteringsbeeld gelegd, zal ik het zo zeggen. Als je het al over God hebt, dan hebben mensen al, die schrikken al een beetje af. Oh, die is zeker van de kerk, of die is religieus, of die man met die lange baard ergens in de hemel, of... Omdat ze hem niet kennen of niet gezien hebben, dan denken ze dat die bestaat niet. Dus we noemen het maar natuur, want dat kunnen we dan nog een beetje... definiëren. Ja? Dus dat is precies wat hier ook in staat. We proberen hem een plekje te geven. We proberen iets een plekje te geven, zodat we het kunnen begrijpen. Omdat het zo immens is, zo gigantisch is, is het niet te vatten. En dan geef je het maar een ander woordje, dat is geest. We hebben het natuurlijk ook over geestessubstantie. Maar het hoogste woord is dus steeds God. En dat is dus allesomvattend. Allesomvattende intelligentie. En dus probeer het nu ook te omschrijven om het maar... Ja, toch een beetje te laten bezinken kunnen of zo in het verstand. Maar dus daar kunnen we dan het beste van afstappen dat we niet het als godlastering zien. Of dat we het zien als iets religieus. Want het heeft helemaal 0,0 met de kerk te maken dit. Ja, of met religies of weet ik veel wat. Het heeft met... De oorsprong van je mensheid te maken met het zijn wie je bent. Dit heeft niets met religieuze toestanden te maken. Dus dat beeld wat we ooit geleerd hebben over hoe God eng. Want ja, die neemt ook levens. Nou, ik denk dan is het meer de duivel. Als die dat doet, God dan een echt wat liefdehebbende God kan niet iets maken en dan weer vernietigen. Nou, vraag. U spreekt over Jezus die het goudkleurige witte licht ziet. Is dat de hoogste geesteshouding? Antwoord. We weten het niet. Het ging ver uit boven dingen van objectieve aard. Niets met een lagere trilling kan erin doordringen. Het is denk ik ook die elektronische goddelen, dat grote witte licht wat we om ons heen creëren. En hoe meer je dus... Met je gedachten, met dat soort dingen bezig bent, hoe meer je ook licht gaat uitstralen. Dat zeggen ook letterlijk mensen. Vraag. Welke methode dient gebruikt te worden om in contact te komen met goddelijke macht? Antwoord. Er is geen vaste formule zoals wij het zien. Is de wet waar wij zijn altijd. Als we ons totaal op de wet afstemmen, opent het hele universum zich voor ons. Als het universum open is voor ons... En we elke toestand van het universum zien, manifesteren we ons volgens deze wet. En worden we er één mee. Het gebeurt gewoon doordat we weten dat we er één mee zijn. Terwijl we nooit twijfel of vrees laten binnensluipen. Mooi. Dus welke methode dient gebruikt te worden om in contact te komen met de goddelijke macht? Er is geen vaste formule, ja? Dus we moeten ons afstemmen met het universum. Vraag. Is de westerse wereld eraan toe om deze dingen te accepteren? Antwoord. De westerse wereld bereidt zich voor en de voorbereiding verloopt zo snel dat niemand uitgesloten wordt. Mensen sluiten alleen zichzelf uit. We creëren het veld door ons bevattingsvermogen te openen. Dat veld kan worden uitgebreid tot het hele universum. Het universum van ons lichaam is te alle tijden één met het kosmische geheel.
En om één te worden met het kosmische geheel, hoeven we enkel ons begripsvermogen te verruimen. Ja, dus ja, het gaat echt ook echt supersnel nu. Het is echt in een treinversnelling. En ik hoor zoveel mensen, het is echt zo leuk. En dat is echt, dus als je ermee bezig bent, trek je nog meer mensen naar je toe die het begrijpen. En ik vind het al echt wauw om te zien hoeveel mensen er reageren onder mijn video's. Wie kijken, wie het begrijpen. Jong en oud, het is, nou ja goed, jong en oud, er is alleen maar jong. En dat geeft me zo'n goed gevoel. Dat ik denk, wauw, en dit alleen al in Nederland, ja. En België denk ik ook. Want er kijken ook veel Belgische mensen naar mijn kanaal. Nederland en België, er gaat al zo'n verruiming, komt er al. Dat ik denk, wauw, dit heb ik 10 jaar geleden nog niet gezien. 10 jaar geleden waren er wel mensen die ervoor open stonden. Maar niet die dat nu zo goed begrijpen. Ja, het is niet meer te stoppen. Het is fantastisch. We gaan helemaal de goede kant op. Hoe onderscheiden we welke gedachten we uit dienen te zenden? Antwoord. Als we niet in staat zijn dat onderscheid te zien, dienen we naar beste vermogen liefde te schenken en te weigeren iets anders uit te drukken. Nou ja, het is ook heel erg nodig. Dat staat ook in dit boek. De mens was zo enorm afgegleden. Hè, als we het over 2000 jaar geleden hebben, net voordat Jezus kwam. Zo afgegleden. Ik denk dat we een beetje in die fase nu weer zitten. Dat we weer zo afgegleden zijn. Alleen anders als toen. En het was heel hard nodig dat er iemand kwam die het Christusbewustzijn liet zien. Ja? Want anders was de mens al nog eerder verloren, denk ik, als nu al. En dus dat is continu voort blijven bestaan. Dus het is heel hard nodig dat er mensen zijn die dit vertellen, zodat het niet verloren gaat. En het zal dan nooit meer verloren kunnen gaan. Dus eenmaal, nu gaat het zo wereldwijd en echt dankzij ook het internet. En dat we juist veel sneller met elkaar wereldwijd contact hebben. Het is niet meer te stoppen. Het doorgeven gaat nu zo snel. En vroeger had je natuurlijk sowieso in het begin, als je gewoon via puur je energie werkt, dan kreeg je gewoon telepathie. En dat hebben we nu nog steeds. En de lichtwezens ook, dus hè, de meesters, die helpen ons telepathisch. Ja, dus de woorden die je hoort, of de ingevingen die je hoort, de inspiraties die je ook krijgt, dat zijn ook de mensen, de engelen, hè, of hoe je ze ook mag noemen, de meesters, die ons telepathisch helpen om naar dit bewustzijn te gaan. Ja, om ons bewustzijn te vervolmaken. Je wordt geholpen. Echt, anders kom jij ook niet eens op mijn kanaal. Anders trek je al die dingen niet eens aan. En anders zou ik dit niet eens vertellen. Zou ik niet eens video's over maken. Waarom maak ik video's hierover? Hoe is dat tot stand gekomen? Snap je wat ik bedoel? De tijd is nu. Het is nodig. Het is nodig. Ja, zo krijgt iedereen zijn functie. Om ons met z'n allen te gaan verbinden. En dit te gaan vertellen dat, wat we zijn. En we gaan het tot uitdrukking brengen. En je zou het kunnen laten zien. Je kan het laten zien. Let maar op. Je gaat het ontwikkelen. En we gaan het allemaal laten zien. En dan, ja, dan zijn we er. Dan hebben we eeuwige, oneindige liefde en vreugde. Dat kunnen we niet eens, ik denk nog niet eens te bevatten. Hoe heerlijk je je gaat voelen. En je zal dat andere nooit meer missen. Dat strijd en die oorlog. Soms kan er nog iets in je zitten. Oh, geen oorlog meer. Dat ben je al zo gewend dat je je continu moet verdedigen of schrap moet zetten. Of dat er een discussie gevoerd moet worden. Of dat er oorlog gevoerd moet worden. Dat is al zo een verankering geworden in je systeem. Dat je je bijna niet kan voorstellen dat er alleen maar liefde kan heersen. En hoe dat moet voelen. Dan zou je al bijna gaan denken, is dat niet saai? Is dat niet saai? Nee, zeker niet heerlijk. Maar zo'n overtuiging is dat oude, dat hypnotische bewustzijn. Snap je? Dat het niet wil dat jij naar hogere toppen gaat. Dus dat komt met allerlei weerstand of rare ideeën. Dat je nog zelfs gaat denken dat je oorlog gaat missen. Even serieus? Nooit. Nooit. Ja? Dus dat zijn allemaal de, ook in die Bijbel staat dan bijvoorbeeld die agonten noemen ze dat dan, hè, de poortwachters.
jijzelf, dus ja, je vijand, dat ego is zo jouw grootste vijand, die wil niet dat jij de hemelen binnengaat. Ja, de hemel, hier, jouw pijnappelklier, jouw kosmische bewustzijn, dat willen ze tegenhouden. Nou, laten we niet doen natuurlijk. Hup, weg ermee. Vraag. Hoe komt het dat van tijd... Oh ja, vraag. Is zijn verschijning of terugkeer afhankelijk van een bepaalde mate van spirituele ontplooiing op aarde? Antwoord. Nee. Hij negeert alle ontplooiing en leeft één met de geest. Ja, dus het heeft niets met tijd of dingen te maken. Of dat het hier bijvoorbeeld afhankelijk van een bepaalde spirituele ontplooiing op aarde. Of dat het wacht tot de mens er klaar voor is. De mens is er altijd en alle tijden klaar voor. Je bent er nu klaar voor. Nu ben je er klaar voor. En er zijn velen voor jou er klaar voor geweest. En die hebben het bereikt. Ja? En net als wat ze zeggen hier in het boek. Hoe kan het dat mensen het niet weten? Omdat je nog in diepe ongeloof zat. Zat, zeg ik maar. Ja? Nu zitten we er niet meer in. Maar we zaten in diepe ongeloof. En er zijn natuurlijk nog steeds mensen die in diepe ongeloof zitten. En die het niet kunnen zien, niet kunnen geloven. En denken dat het een fabeltje is of dat alleen diegene dat kan. Of wordt inderdaad een idool van gemaakt. We kunnen het zelf, we zijn er al. Ja, we hoeven het alleen nog maar te oefenen. Het om te zetten, het aan te nemen. We zijn er al. Nou, lieve mensen. Dit was weer de citaten, vragen en antwoorden van de meesters van het Verre Oosten. Ik wil jullie weer enorm bedanken voor het kijken en de liefde. En ik zend jullie ook heel veel liefde. En ja, dat we allemaal upliften. En nou... dikke kus en knuffels voor jullie en tot volgende week. Doei!